Dames en heren, drumband Falco Bergia en leden van de drumband van de Schutterij openden ook het programma na de pauze. Dames en heren, wij gaan luisteren naar twee werken van deze drumband. U gaat luisteren naar Margos in Jumping Five. En Margos, dat is een paard. En het tweede werk, dat is een Afro-Latino mix. En dat is van de meneer Jan Schipper. En dat eerste is van Willem Laros. En ja, dat woord zegt het al. Dat zijn vooral de bongo's die daarin dominant worden. Dames en heren, dit prachtige drumband-ensemble staat onder leiding van instructeur Jo Meijs. Unieke uitvoering, namelijk Birds, gaat gezongen worden door de zangeres, die in Valkenburg is geboren, die ik ook heel goed ken. En ze houdt heel veel van hun hoek en ze heet, u zei het al hè, Marion Landrieks, dames en heren. My words wander off. Are the
Dames en heren, wij gaan luisteren naar Viva tutte le persone. En dat betekent, althans in mijn vertaald Italiaans, lang leven alle charmante, lieve en mooie vrouwen. Dames en heren, het Sanco Amicizia wordt begeleid door aan de vleugel Wil Meurders. En ze wordt begeleid, althans nu dat podium, door de dirigent Rob Meijers. Dames en heren, Zancor Amicizia. Vive tutte le persone! Meijers, dames en heren, met Tutte le persone. En laten we eerlijk zijn, dat lied heeft zich heel goed gehouden door al die eeuwen. Ja, mooi. Hij is geboren in de wereldstad, in Gelijm. Hij was 7 jaar en toen ging hij al zingen bij Cantarella. En naderhand is dat een koorschool geworden. Maar hij is niet de lijn gaan volgen van vroeger Heintje en Jantje Smit. Nee, hij is terechtgekomen in het conservatorium in Maastricht en kreeg lessen van Frans Kokkelmans. En daar werd hij een bariton. Maar Mia Besseling die zag iets anders in hem. En daar werd hij in een paar jaar omgeturnd. Ja, dat is misschien niet het goede woord in de muziekwereld. Maar hij werd van bariton countertenor. En die zijn redelijk dun gezaaid. En hij maakte een prachtige carrière. Zowel in Nederland als ook in het buitenland. En hij wordt ontzettend veel gevraagd voor oratoria van Bach en van Händel. Maar hij is ook koordirigent. Want in 2012 haalde zijn diploma. Dames en heren, ik heb het over Rob Meijers. Hij gaat nu samen met Marion Lambrechts een duet zingen. Een duet, een liefdesduet. En hoe kun je dat nog mooier zingen als nu in deze entourage hier in dat openluchttheater? Dames en heren, Bach Carole. Yeah.
Dankjewel. Dankjewel, bravo. Hè. Dankjewel. Bravo. Ja. Ja, leuk. Summertime. In een arrangement van Roger Nisse, begeleid door Harmonie Amicitia onder leiding van Xavier Schepers. U gaat luisteren naar Marion Lambrix. Dames en heren, wij gaan echt dit concert afsluiten. En muziek is eigenlijk een emotionele kunst. En muziek dat roept bij mensen beelden op, dat roept gevoelens op en die kunnen voor iedereen anders zijn. Zo ook bij dit laatste werk waar wij gaan naar luisteren. Maar dit werk heeft de intentie, het belang van bevrijding en de waarde van vrijheid. En de vreugde van het feest vieren en genieten om dat samen te kunnen doen, om dat te benadrukken. En dat gaat u vooral beleven, deze intentie, in de finale van de overture die nu gespeeld gaat worden door Harmonie Amicitia. Want in die finale hoort u vreugdeschoten die aan die kant zullen klinken. En u zult ook verrast worden door een feeriek vuurwerk. Dames en heren. Harmonie Amicitia gaat voor u spelen de finale van de overture 1812 van Tchaikovsky. En ze gaat dat doen in een arrangement van Ton van Grevenboek. En dames en heren, wat is het toch fijn te mogen spelen onder zo'n dirigent, namelijk Xavier Schepers.
Dames en heren, Summertime. U aangeboden door Harmony Amicizia. Over Slemberg's Lenchegon.